Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, naast mij staat Martin, achter ons staat Klaas. Klaas. En wij gaan vandaag dit biertje openmaken met de Lemken die achter Klaas hangt. Het is natuurlijk allemaal bedacht door Martin. Wij hebben een tijdje terug hebben met een voorlader een bierflesje opengemaakt en toen kwam Martin op het idee om met een ploeg een biertje open te maken. Zodoende gaan wij dit vandaag proberen. Dat met die voorlader, daar moeten we nog wel even iets over vertellen. We hebben daar een beetje vragen over gekregen. Ging dat echt in één keer goed? Ja, dat ging echt in één keer goed. Ja, we hebben het twee keer gedaan, maar het is twee keer gelukt. Ja. Gaan we eerlijk afspreken, als dit niet in één keer lukt, dan laten we ook zien dat het de eerste keer niet lukt. Ja, ja, ja. We laten gewoon alle pogingen zien. Alle pogingen komen in beeld. Ja. Martin, wie bedenkt dit soort onzin? Ja, ik weet het ook niet. Ja! 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 Zeg je! Kijk, een hamer. Met een schone kant. Oh nee. Maar oh nee. Dat is een mooi idee voor jou, dat bier openmaken. Nou, jongens. Proost. Proost, hè. Goed bier. Weet je nog, een nieuwe manier om een bierflesje open te maken met een machine of een ander werktuig? Geef het even door in een reactie hieronder. Geef het filmpje even een dikke duim. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ik zou mijn schoonmoeder nog niet cadeau willen doen, dat bier. Smaakt helemaal nergens naar. Maar? Jij hebt ook geen schoonmoeder. Nee. Dus, vrijgezelle dames. Vrij.